Bij het pionschietspel moet je nog nauwkeuriger pasen dan bij het poortschietspel. Bij het pionschietspel is het poortje eigenlijk maar één pion geworden. Hoppa, 3 punten! Ja, zo ophalen. Dit is ook weer een voorfaseoefening waarbij je het nauwkeurig pasen van de bal traint. Je moet eerst de nadruk op de richting leggen, dus zorgen dat de pion geraakt wordt. Ja, een punt voor jou. Daarna ga je ook proberen of je het wat harder kunt. Zo hard dat de pion omvalt. Dat is 3 punten dan. Zelf even rechtop zetten. Ja. Zo.